ik ken niemand zoals Dax eigenlijk. Qua persoon niet, qua MC niet. Hij is echt een unieke persoon. En af en toe ingewikkeld voor zichzelf. Aan de andere kant super fun om mee te hangen. Groot voorbeeld voor muzikanten en vooral MC's. Die, ook al doen ze nog zo hun best, niet kunnen tippen weet je, in wat hij in één zin al qua knowledge heeft te zeggen. En dat ook nog eens in het Engels. Want er zijn vele rappers die inhoudelijk niet eens in hun eigen taal kunnen tippen aan wat hij in één refreintje zegt. Toen ik hem ontmoette was eigenlijk een beetje eind jaren 90. Toen organiseerde ik Red Rum hip-hop parties in Rotterdam. En hij was een van de meest fanatieke MC's die daar kwam. En er waren er heel wat. Hij kwam altijd heel terughoudend kwam hij binnen. Maar op het moment dat hij zijn mond opendeed, waren alle toffe MC's waren gelijk stil. Hij is heel erg gefocust juist op het schrijven en het voordragen van zijn raps. En door die focus zijn er ook wel heel veel andere dingen eromheen die iets meer focus nodig hebben. En dan kan er nog wel eens wat fout gaan misschien. Maar zijn raps heeft hij absoluut onder controle. Ja, Dax zit een beetje in twee werelden. Hij zit met zijn ene voet in het straatleven, de andere voet in Hilversum. Daarin moet je toch een balans zien te vinden en dat kan heel moeilijk zijn, omdat hij geïnteresseerd is in beide en ook in beide heel erg goed zich zou kunnen profileren. Maar het is lastig, omdat als je die druk voelt van mensen die jouw werk kennen of jou als persoon kennen en daar een bepaald verwachtingspatroon bij hebben, dan is het moeilijk om sommige beslissingen te kunnen maken. En, een struggle, man. Dax, buiten dat het mijn broer is die ik vaker zou moeten bellen, is die al langer dan 12 jaar, denk ik, de belofte van Nederland op rapgebied.